Goedenavond, goedenavond beste vrienden, beste deelnemers. Ik hoop dat jullie allemaal me goed kunnen zien en horen. Schrijf alsjeblieft een plusje in de chat als je me goed ziet en hoort. Prachtig, heel goed, bedankt. Ja, dus bedankt voor de deelname, bedankt voor de verwachting, voor jullie geduld, voor jullie plusjes. En voordat we beginnen, wil ik graag nog een paar dingen aankondigen. Ik wil zeggen, wat is het onderwerp van onze presentatie van vandaag? Alsjeblieft, schrijf een eentje in de chat als je voor de eerste keer nu met ons bent. Als jij een ondernemer bent die nog nooit heeft deelgenomen. En schrijf alsjeblieft een 2 in de chat als je onze partner en onze medewerker bent. In de Italiaanse kamer, ik zie veel tweetjes en ook sommige eentjes. En ik zou ook graag nu degene deelnemers aanspreken die pas beginnen het werk met ons in dat project. En ik zou ook graag een belangrijke informatie aan jullie geven. Informatie over hoe software van Eugene Business werkt. Dus deze informatie, informatie over alle opties, alle functies van onze app. Dus dat is een platform dat ondernemers van zowel kleine en middelgrote bedrijven bij elkaar brengt, maar ook heel kleine individuele ondernemers. En onze app werd ontworpen om deze ondernemers en hun klanten bij elkaar te brengen. Wij coöpereren onder meer met winkelcentra, met uitgaanscentra, met ketens van hotels, horecabedrijven, maar ook met franchise. En wij maken gebruik van de ervaring van onze ontwikkelaars en ook de zakenlui van het hoogste niveau. En we hebben ook samengewerkt met deze mensen en we hebben ook de ervaring gebruikt van die mensen die deze franchises hebben opgericht. We hebben geopereerd met mensen die zelfs de wetgeving hebben ontwikkeld. Dus we hebben aan de wetten gewerkt voor hun landen. En door onze ontwikkelaars, door ons IT-team, Denise Bespiatov, vooral deze persoon, wil ik danken. Dus door deze mensen zijn wij nu helemaal zeker dat het nieuwe product dat we nu naar de markt brengen, zal heel interessant zijn en heel belangrijk, heel nodig, heel nuttig, zowel voor de ondernemers als voor de klanten. Wij gaan alle geheimen van onze app verklaren, maar wij zullen niet daarover tijdens deze presentatie berichten, want we hebben twee soorten presentaties. Dus aan de ene hand, we hebben een presentatie die alle details verklaart over het product, maar er is ook een presentatie die gewijd is aan het marketingdeel. Dus die presentatie waar we nu samenkomen, dat is een verklaring van wat ideaal kan zijn en wat het ideale tijdpunt zal zijn. Misschien heb je deze uitdrukking al gehoord. Het is belangrijk om een goede tijd op een goede plek te zijn. En jij ziet, het is toch zo belangrijk geluk te hebben en inderdaad in een goede tijd, op een goede tijd, op een goede plek te zijn. En jullie zijn mensen die dat geluk hebben vandaag gekregen. Vandaag, wij gaan veel interessante dingen jullie verklaren. En dat is een heel goede keuze om nu hier samen te zijn, want wij verklaren vandaag hoe je goede stappen kunt nemen om aan het lanceren van het Eugene-project deel te nemen. Alsjeblieft, schrijf een plusje in de chat als ik goed genoeg verklaar waarover wij het vandaag zullen hebben. Dus we hebben het voorlopige lanceren van Eugene project. Ja, bedankt. Bedankt voor jullie medewerking. Oké, de volgende slide alsjeblieft. Misschien zijn er hier mensen die me nog niet kennen.
En ik weet dat veel mensen nemen deel voor de eerste keer. En ja, mijn naam is Drago Stanci. Ik ben vertegenwoordiger van de strategische afdeling van Evorich. Ik ben directeur van API in Italië. Ik ben coördinator van de Global Portfolio Projects, voorzitter van het MLCI partnerprogramma, dus Multilevel Crowd Investing. Dat is eigenlijk de basis van ons programma van Evorich. En ik ben ook leider van YouGain-project. Ik ben projectmanager en over dat project zullen we vandaag ook spreken. Ik ben ook gecertificeerd coach van Master Profi en presentator, moderator van het spelletje Genie van Financiën. Dat is een bordspelletje. En natuurlijk de COVID-19-pandemie heeft ook ons gemotiveerd om ook om online versie van dat spelletje te ontwikkelen. En binnenkort kunnen jullie dat spelletje ook online spelen. Dat is inderdaad een prachtige kans voor de mensen die nog nooit ondernemers zijn geweest. Dat is een kans dus om deze rol te proberen. En ik wil je allemaal aanraden om dat spelletje te spelen. Misschien in het begin maar offline, maar later ook online. Of omgekeerd, nu online en later offline, zodat jij krijgt te weten welke mogelijkheden, welke kansen er bestaan in de wereld, in de zakenwereld, in de bedrijfswereld, waar jij kunt je geld investeren, welke dividenden jij kunt krijgen. Dat is inderdaad een heel nuttige ervaring. Ik ben ook lid van de Vereniging Generale van de Wereld voor Vrede. Ik ben ook internationale spreker. Niet omdat ik meerdere talen kan spreken, natuurlijk, ik leer nu ook Engels. Maar ik heb een fantastisch team van tolken, van vertalers, van mensen die mij helpen. En ik dank altijd onze tolken, onze vertalers voor hun effectiviteit, voor hun werk. Ja, denk maar, vandaag wordt mijn presentatie vertaald in 7 tot 12 talen. Ik weet niet zelfs heel precies hoeveel talen hebben we vandaag. Ja, ik kan dat niet zeker zeggen. Maar dus nog een keer bedankt. Ik dank nog een keer onze tolken. En ik ben ook professionele investeerder. Ik heb gestudeerd in de Academie van de Private Investeerder. En daar heb ik geleerd dat is veel beter als het werk voor je werkt dan als jij voor je werk, voor je geld werkt. Dus wij winnen de tijd om die dingen te doen die ons inderdaad bevallen. En ik heb ook een grote ervaring in de wereld van ondernemerschap. Ik heb sommige bedrijven die zijn geopend en dat doe ik tot nu toe. En natuurlijk in mijn leven, in ons leven, wij proberen verschillende dingen, sommige verschillende dingen. Soms maken we ook fouten, maar door deze fouten, dankzij deze fouten, krijgen we ervaring. En wij kregen ook de kans om opnieuw te starten. En jij wordt inderdaad een professionele vakman, professionele zakenman. En dan herhaal je deze fouten niet meer. Daarom hebben we YouGain Business ontwikkeld en we hebben veel ondernemers, veel zakenlui verenigd, mensen met enorme ervaring om je te helpen je zaak te ontwikkelen, je bedrijf te ontwikkelen. En door deze directe kanalen van communicatie die worden opgericht tussen het bedrijf en de finale klant. En dat is een van de geheimen voor het succes. Dus het geheim voor je succes en het geheim voor het succes van onze app. En onze app heet YouGain. En je ziet hier ons logo, YouGain with no pain. Dat betekent YouGain zonder pijn, zonder slachtoffers, zonder pijn. En natuurlijk, wij doen ons best. Vooral, wij willen je uitgaven reduceren, verminderen. Wij willen ook je bedrijf verbeteren. En wij willen ook een groot aantal problemen oplossen die nu verschijnen in het leven van veel ondernemers. En dat willen we bereiken door onze app, door onze software. Dat geeft je de kans om je te concentreren op je product, op de kwaliteit van je product en op je service, op je diensten. En dat is mijn private ervaring. En ik zou graag deze ervaring ook delen
met de mensen die we nog niet kennen. Ja, alsjeblieft de volgende slide, de volgende dia. Laten we spreken over heel belangrijke dingen. Tijdens onze presentatie wil ik graag dat jullie me goed begrijpen. Zijn jullie klaar voor onze voorlopige lancering, voor onze pre-lancering? Je ziet hier zoveel mooie, elegante, jonge mensen. Ze hebben heel mooie, dure kleren aan. En ja, we moeten inderdaad een team van professionals zijn, van vaklui. Want wij vertegenwoordigen een brand van een hoog niveau. Dat speelt een grote rol. Hoe we eruit zien als wij naar onze potentiële klanten komen. Hier spreek ik zowel over de vrouwen als over de mannen. Natuurlijk, de vrouwen hebben altijd een goede smaak. En ze, soms zij begrijpen veel meer over de kleren als de mannen. Maar de stijl is heel belangrijk. Vergeet dat niet, alsjeblieft. Laten we spreken over het volgende. Dus vandaag tijdens de presentatie gaan we nog een keer spreken over de instrumenten die we ter beschikking hebben om succes te kunnen bereiken. Je ziet wat je hier hebt te lezen. Je hebt 3 weken om de doelstelling van het registreren van 160 bedrijven in de prelanceringsfase te bereiken. Waarom zo'n doel hebben we voor ons gezet? Want we houden van jullie. We houden van jullie en wij willen dat de mensen die met ons samenwerken, dat de mensen hoge inkomens krijgen, hoge opbrengsten krijgen, voordelen ontvangen en ook grote bonussen kunnen verdienen, grote beloningen. En je ziet hier nu een Maserati achter mijn rug. Dat is een van onze cadeaus. Daarover gaan we een beetje later spreken. Dus dat is ons doel, 160 bedrijven in de pre-lanceringsfase van het project. En ja, ik heb je gezegd dat jij bent nu op goede tijd in een goede plek. Want voorlopige lancering, deze pre-lancering en de voorlopige bestelling geeft je de kans om met een grote klantenbestand te komen naar het punt van het echte lanceren. 160 bedrijven, dat is een groot cijfer inderdaad, maar degene van jullie die dat cijfer inderdaad kunnen bereiken, zien vandaag alle voordelen die ze ermee verdienen. Als je al van het begin actief kunt werken, laten we kijken wat zul jij daarvoor nodig hebben. Dus, nummer 1. Sta jij op de A-lijst of niet? Schrijf als je dat in de chat. Of jij nu op onze A-lijst staat of nog niet. Of ben jij nog zit je nog op de B-lijst? Op welke lijst sta jij? Schrijf alsjeblieft een A of een B in de chat. Ja, bedankt. Bedankt voor jullie reacties en antwoorden. Ik zie in de Italiaanse kamer erg veel mensen die A hebben geschreven, maar er zijn ook mensen uit de Russische kamer die ook hetzelfde hebben geschreven. Hier zijn er ook veel letters A. En de mensen die pas vandaag hebben zich aangesluit, zal ik me verklaren wat dat is A-lijst en wat dat is B-lijst. Dus voor de lancering van het project hebben we opleiding georganiseerd. En de mensen die al zijn verliefd in dat bedrijf en die met de ondernemers graag willen werken, deze mensen hebben de kans gekregen om gratis, kosteloos opleiding te krijgen voor ons product, hoe ze dat product kunnen verkopen, waarvoor hebben ze dat product nodig, hoe dat product de activiteiten van de ondernemers kunnen verbeteren, welke additionele voordelen kunnen ontstaan voor de ondernemers. We hebben sommige cursussen georganiseerd en het waren inderdaad goede cursussen.
En natuurlijk, ze hebben lang geduurd, dus in de toekomst zouden deze cursussen dus een jaar lang duren en ze zullen $10.000 kosten. Maar nu, de eerste sessie was helemaal gratis, helemaal kosteloos. En je hebt ook de kans gekregen om geslaagd te zijn bij de toets en je promotor van je game. De mensen die waren leden van de VIP-club, deze mensen konden aan de gehele opleidingscursus deelnemen en geslaagd worden bij onze examens. En na deze toetsen hebben ze bepaalde punten gekregen. En als het resultaat hoger was dan 50%, dan hebben deze mensen de kans gekregen om naar voren te gaan. En als je nu je naam vindt op de B-lijst, zo betekent dat jij nog niet aan alle belangrijke voorwaarden voldoet die het bedrijf voor ons heeft gesteld. Jij moet aan één van twee voorwaarden voldoen. Dus of ben jij consultant, adviseur, dus dat betekent jij hebt een bepaalde status bereikt in het Everreach bedrijf. Jij hebt je eigen structuur, je eigen downline en deze structuur werkt al voor je inkomens. En jij bent iemand die al weet wie wij zijn en die met ons coöpereert. Of jij hebt cursussen gekocht bij de Academie van Private Investeerders voor het bedrag van $1.000 of meer. Dus of heb jij gewerkt in de praktijk en je hebt je eigen downline opgebouwd. Of je hebt onze opleiding cursussen verwerkt, gekocht dus. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom deze twee voorwaarden zijn zo belangrijk? Want jij moet professioneel zijn. Als je gaat naar een ondernemer, je moet inderdaad op een topniveau zitten. En je moet al praktische ervaringen hebben en de opleiding en onderwijs. Dus jij moet één van deze twee criteria al hebben. Aan één van deze twee voorwaarden voldoen. Dus jij moet geslaagd zijn bij een examen, bij een toets voor 50% of meer. En verder moet je consultant worden of jij moet investeren in de opleidingscursussen in $1.000. Waarom zeg ik dat nu? Waarom zeg ik dat nu een helemaal goede tijd is? Een goede plek en een goede tijd. Waarom zeg ik dat? Als jij nu al op onze A-lijst staat, alsjeblieft, maak de volgende stap. Gebruik deze promotie, deze speciale aanbieding die wij nu maken voor onze promotors. Dus jij kunt nu een YouGain startpakket kopen. En dat pakket vind je op je back-office van Evoreach. En met dat pakket heb jij nu een korting van 50%. Dus jij kunt dat pakket kopen niet voor $300, maar alleen maar voor $150. En je krijgt ook het volledige pakket van alle voorwaarden wat het mogelijk zal maken voor je om onze promotor te worden en je werk te beginnen in het kader van onze beste periode. En jij krijgt ook de mogelijkheid om nieuwe ondernemers in de YouGain klantenbestand te registreren door je QR-code. Deze QR-code krijg je in een week achter je het pakket hebt gekocht. Misschien hebben sommige mensen al dat pakket gekocht, maar deze referrale link is nog niet aangekomen. Wees rustig, alsjeblieft. Onze IT-afdeling controleert nu alle gegevens. Ze kijken of jij aan alle criteria voldoet of niet. En ik denk dat wij waarschijnlijk een korting zullen maken die langer zal duren. Misschien $150. Dus deze promotie zal worden verlengd. Wij werken nu eraan. En achter jij de pakketten hebt gekocht en je QR-code hebt gekregen, kan jij ook voor 100%
kunnen beginnen met het werk. En dan kun je ook je app registreren en je ondernemers kun je dan ook daar. We hebben ook promomaterialia voorbereid. Dat zijn vooral onze video's. Misschien hebben sommige mensen van jullie al dat gezien. Dus dat is een video dat was voorbereid door ons bedrijf. Inderdaad, heel interessant en belangrijke inhoud. Dat wekt ook benieuwdheid bij de ondernemers. Dus de ondernemers zullen ook interesse, belangstelling krijgen voor onze presentatie. Ik heb al gezegd wat voor presentatie dat is. Dat is de presentatie die wij al iedere week tonen, waar wij over de voordelen van ons product vertellen. En je klanten, je ondernemers kunnen dan zich registreren in de app en de samenwerking met ons beginnen. Hier hebben we ook flyers ontwikkeld, voorbereid. En jij kunt ook steeds meer en meer ondernemers en zakenlui uitnodigen om onze presentatie te kennen. De volgende slide, alsjeblieft. Ik wil ook graag dat je kijkt naar onze video. Laten we nu samen nu heel aandachtig kijken en luisteren. Wees aandachtig, alsjeblieft. We invite entrepreneurs to the online presentation on the occasion of the official launch of the Ugain system. Ugain is an interactive digital platform that helps solve all your business tasks in the shortest time possible. You do not know how to increase your customer base? Do you spend too much money on unprofitable advertising? Do you want to improve the quality of your services? Then this meeting is for you. At the presentation, you will learn more about Ugain. Not only the main features and benefits, but also details that will help you manage your business. Also, each participant will receive a guaranteed gift and a nice bonus to start their business. Right now, we promise that your business will improve with Ugain. Do you want to know more? Simply ask the person who showed you this video for details. Ugain is the first aid for your business. Ja, je ziet deze belangrijke boodschap die wij geven aan het einde van dat video. Dus wij geven inderdaad grote mogelijkheden, maar ook grote cadeaus om de activiteiten van ondernemers te verbeteren. Het is een korte video, tamelijk simpel, tamelijk makkelijk, duurt niet te lang. En eigenlijk, ik zie er geen zin in om te lang te spreken. Soms is het zo dat veel woorden niet veel informatie geven. En dat is veel zinvoller soms om gewoon de presentatie te tonen aan onze potentiële ondernemers, potentiële leden van onze downline. Dus jij toont deze presentatie en deze ondernemer ziet hoe hij een van zijn werk kan vervolmaken, perfectioneren en hoe een app hem kan helpen. Luister nu aandachtig alsjeblieft. Als jij niet een bepaalde activiteit toont, dan kun jij ook achterblijven achter de markt. En jij zult geld verliezen. Jij verliest het geld vandaag, morgen, overmorgen en dan loop je het risico om failliet te gaan. Want de market vergeeft niets. Maar Ugain geeft je de kans om je activiteiten te verbeteren en ook te bezuinigen. Je geld te bezuinigen. Dus daarom geef ik jullie nog een ander nieuws. En wij spreken ook over het derde instrument. Dus niet alleen maar de app Ugain Business, maar nog iets wat misschien je kan helpen. Dus de volgende slide, alsjeblieft. Ja, laten we kijken naar deze flyer. Dus dat is een flyer
dat we kunnen uitprinten. Het wordt uitgeprint. En dat moet je vouwen. 3 keer. En ook geven in papiervorm aan je ondernemers. Je ondernemer ziet dan de kansen, de voordelen die de ondernemer krijgt door onze app te gebruiken. De volgende dia, alsjeblieft. Zie jij nu op deze flyer aan de achterzijde? Wij zien dat kwadraatje hier in het midden. En nadat jij uiteindelijk naar onze A-lijst komt, dus alle die mensen die al nu op de B-lijst staan, kunnen overstappen naar de A-lijst. En als ik nu op de B-lijst zit, maar ik heb bijvoorbeeld $1000 geïnvesteerd, dan kan ik onze technische ondersteuningsservice contacteren en vragen om mijn positie te controleren en mijn naam naar de A-lijst brengen. Misschien heb ik mijn rang, of ik heb mijn rang verhoogd, ik ben consultant geworden, en dan wil ik ook lid worden van de A-lijst. Ik informeer daarover ook onze technische ondersteuning. Ik koop een pakket, Eugen Start, en ik krijg mijn persoonlijke QR-code. Dus wees rustig. Iedereen heeft genoeg tijd om zijn of haar QR-code te krijgen. We geven genoeg tijd voor de mensen om aan alle criteria vol te doen, om van de ene lijst naar de andere lijst te komen. Dus jij krijgt je QR-code, je krijgt je referrale link. En deze QR-code kun jij dan graag uitprinten op een klein papiertje. Of nog beter, of een kleine sticker. En dan kun jij deze sticker hier in dat kwadraatje doen. Plakken. Deze sticker kun je dan hier plakken. Hier dus. En jij krijgt ook de mogelijkheid om blending te maken met je persoonlijke gegevens. En je kunt daar ook je link en je QR-code ingeven. En op deze manier kun jij dan heel makkelijk en heel snel deze link delen. Misschien op WhatsApp of in je sociale media. En deze kans zullen ook je klanten hebben, je volgende partners. En ze kunnen zich dan ook registreren. Door onze voorlopige lancering, pre-lancering, kun je dan dat cijfer bereiken. 160 bedrijven. Fantastische cadeaus staan om je te wachten. Dus daarom alsjeblieft wees vlijtig en actief gedurende deze 2 weken om al je doelen te kunnen bereiken. En nog een interessant puntje. Wij hebben de nodige formule bestudeerd. Hier gaan we misschien iets veranderen op deze flyer. En dus onze coördinators zijn inderdaad heel ervaren mensen. Dus de informatie over de tarieven. In sommige talen staan de tarieven nog, de prijzen nog, maar dat zal hier eigenlijk niet staan. Dus deze abonnementskosten, hoeveel dollar per maand en hoeveel dollar per jaar. Maar dat kan ook kostenvrij zijn. Ja, jij ziet hier boven, linksboven, abonnement kost $0 per maand. Zoals dus, hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat gebeuren? En jij weet wat je moet antwoorden. En ik ben heel blij dat ik dat fantastische nieuws je nu kan geven, vertellen. En we hebben ook nog een ander nieuws, CRM-systeem. Dat systeem zul jij nodig hebben om statistische gegevens te ontvangen
over je dagactiviteiten. Dus wij denken over alles samen met ons team en wij doen ons best om het mogelijk voor je te maken, om je succes te bereiken, je doelen te bereiken. Dat wil zeggen, het cijfer van 160 bedrijven tijdens onze pre-lancering te bereiken. En jij ziet hier, jij krijgt toegang naar, naar het platform met een korting van 50%. En wij dachten dat deze promotie tot 2 maart zou duren, zou hebben geduurd. Dat was voorlopig oorspronkelijk idee. Maar waarschijnlijk om de kans te geven aan alle mensen die nog op de B-lijst staan om naar de A-lijst te komen en om genoeg tijd te hebben om pakketten te kopen voor promoters. Ik ga ervan uit dat wij deze kortingsperiode nog kunnen verlengen. Dus wees bereid, wees klaar om deze informatie te ontvangen. Als jij nog op B-lijst staat, misschien registreer je je nieuwe partners om de nieuwe status te krijgen, consultant te worden. Of misschien jij bent van plan om nu $1000 te investeren in je opleiding. Alsjeblieft, vergeet niet, jij moet een pakket van 150 units kopen. Daarom alsjeblieft stort je back-office account met 1150 units. En nu kijk alsjeblieft naar deze interessante tijdslijn met zoveel verschillende kleuren en vrolijke kleuren. En we hebben hier vrolijke, ja, maar ook om zo vrolijk te werken hebben we promoters nodig. Zodat wij iedere maand goede cijfers kunnen in de statistische gegevens zien. En dus ik heb... Ja, ik hoop dat wij al bij het eerste examen, bij het officieel lanceren, 5000 promoters kunnen krijgen. Als je nu kijkt op het rode kwadraatje en ook op dat pijltje, dat toont naar de huidige maand, dus februari. We komen nu met 6000 promoters voor de pre-lancering. En we zijn al hoger dan onze oorspronkelijke verwachtingen. We hebben al nu 6000 promoters die op de A-lijst staan. En ik doe een beroep op jullie om Start You Gain pakket te verwerven. Om mogelijk te krijgen om QR-code te krijgen. En om mogelijk te hebben om ons CRM te gebruiken. En dat zal het mogelijk maken om op de beste manier te werken en alles op de beste manier te plannen en ook de effectiviteit van ons werk te verbeteren. En daar ga jij zien hoeveel registraties heb je gemaakt in een dag, hoeveel zaken al bereid zijn om onze app te ontwikkelen of misschien hebben dat ook al ontwikkeld. Dus waarom hebben we dat instrument nodig? Want we moeten bereiken het cijfer 378.000 bedrijven in 3 weken voor pre-lanceren. Dat is het doel. Dus zoveel registraties te hebben. Dat speelt natuurlijk een hele grote rol voor ons project. Want hoe meer klanten we hebben, des te duurder ons project op de markt zal zijn. En de prijs ook in de globale investeringsportefeuille zal ook dan stijgen. Jij hebt ook de kans om naar de officiële lancering te komen. Dat zal denk ik nu eind maart gebeuren, maar datum staat nog niet vast. En de cijfers van die we nu uitgaan. En dan kunnen wij hopelijk 415.000 bedrijven hebben. En nu maak ik een simpele calculatie. Dus 415.000 bedrijven gedeeld door
30 dagen en door 6000 promoters. Jij ziet 2,3. Dus een beetje meer dan 2 ondernemingen per dag. Dus in ons CRM, je ziet het doel. 30 rendezvous, 30 gesprekken per dag. Dus 10 registraties en 5 betalingen per dag. Als jij deze regel volgt, als je dat advies volgt, dan kan je natuurlijk dat doel van 160 bedrijven overwinnen en wij komen naar de officiële lancering, prachtige resultaten. En ons bedrijf zal al groot gewicht krijgen op de markt. Ons project zal interessant zijn voor externe ondernemers, maar dat zal interessant zijn ook voor jullie. We hebben 4 type bonussen en wij kunnen daarover te weten krijgen tijdens onze presentaties. Presentaties die wij gedurende de week organiseren. Maar nu, vandaag, kijk naar deze tijdslijn. Deze tijdslijn eindigt. Dus na de officiële lancering, er zijn nog 2 weken kortingen voor alle ondernemers. Dus daarom, als jij de ondernemers uitnodigt, alsjeblieft, maak gebruik van deze techniek. Dus techniek van verkopen en vertel je klant, je downline, dat als je potentiële klant dus, als hij of zij zich kan registreren tijdens de pre-lancering en als hij aan de officiële lancering kan deelnemen, dan krijgt hij een geweldig cadeau. Wat voor een cadeau? Het is een korting van 50% en hij of zij kan dan ook zijn of haar abonnement betalen. Voor $150 alleen maar en niet voor $300. Achter deze periode die 2 weken duurt, werken we aan concrete maandelijkse doelen. En weet je wat? Ik wacht met ongeduld op september om dat prachtig prijsje te kunnen in handen geven. Het prijs dat nu staat achter mijn rug. Dat is een prijs voor de beste promoters in ieder land. Onze wedstrijd loopt in alle landen en ons doel is om een cijfer van 60.000 promoters te bereiken. Wij willen graag meer dan 6 miljoen bedrijven registreren. En dat geeft ons enorme voordelen. Alsjeblieft, de volgende slide. En nu laten we spreken direct, onmiddellijk over de wedstrijd. Belangrijk om nu samen te werken en natuurlijk ons te oriënteren op de prijzen van onze wedstrijd. Als je iets niet begrijpt, als jij twijfelen hebt, we hebben een prachtig team, een heel goed team. En daar hebben we onze coördinators. En ja, onze coördinators zijn inderdaad de dragende zeilen van het project. Dus jij ziet hier het rode tekentjes. Go, dus doel. Ons doel is 160 bedrijven. En onze coördinators zullen je helpen om dat doel te bereiken. Door leiderschap, door activiteit, door de trainings. Door trainings te worden georganiseerd door onze coördinators. Door de statistische gegevens die wij zullen krijgen van ons systeem, van ons CRM-systeem. De beste verkopers hebben dan de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met die mensen die nog niet genoeg ervaringen hebben. En ze kunnen ze dan ook motiveren. En natuurlijk, wij werken alle samen. Wij zitten alle in één boot. Want hoe groter onze doelen zijn, hoe beter ze stijgen, hoe beter cijfers we hebben, des te duurder is ons project en des te meer verdient iedereen van ons. Dus wat voor cadeaus kun jij alsjeblieft schrijf een ja
als jij bent geïnteresseerd in de cadeautjes en ook in onze wedstrijd. Schrijf alsjeblieft een ja of een plusje in de chat, als dat zo is. En wij kunnen spreken onder meer over hoe belangrijk de groei van het project is en wat jij kunt voor dat project doen. En hoe het project jij je kan helpen bij de groei van je structuur. Laten we nu spreken over concrete strategieën die we kunnen veranderen of perfectioneren, vervolmaken, afhankelijk van de resultaten die we bereiken. Natuurlijk, de coöperatie, de samenwerking zijn heel belangrijk. En wij spreken over een coöperatie op het internationaal niveau. Als jij coördinator wilt worden, als jij op de carrière trap wil stijgen, wil groeien, als je beter resultaten wilt hebben, contacteer alsjeblieft je coördinators. In Italië hebben we drie coördinators. Pico Pisani, verantwoordelijk voor Zuid-Italië. Hij heeft grote ervaringen bij de verkoop en hij kan veel ons leren voor het centrum van Italië. Centrum hebben we Angela. Angela is ook een persoon met een heel grote ervaring. En ze heeft ook gewerkt met andere bedrijven al. En zij weet natuurlijk hoe jij met ondernemers spreekt. En zij spreekt ook Russisch. Dat is een groot voordeel voor haar werk. En bovendien, we hebben ook Noord-Italië. En daar, onze coördinator, onze leidster, is Daniela Trinka. Zij is ook een heel professioneel, heel fantastische leider. En zij kan ook met grote merken samenwerken, grote winkelketens. Maar ongeveer in alle landen is er een soortgelijke structuur. En wij zijn al nu in verschillende talen. Russisch, Italiaans, Engels, Hindi, Arabische taal. Ja, Spaanse taal ook. Vietnamse taal. Ja, in Spaans, ja, zoals gezegd dus. Ja, Spaanse taal. Dat is een zo belangrijke taal voor ons project. En op deze 7 landen gaan wij werken. Verschillende landen. En we hebben al promotors in deze landen. We hebben al coördinators in deze landen. En alsjeblieft contacteer ze. En ze zullen je verklaren hoe jij van de B-lijst naar de A-lijst komen. Ze zullen je verklaren hoe je het startpakket van Eugene kunt kopen. Hoe je je kan registreren in het CRM-programma. En ze gaan je ook verklaren hoe jij goed gebruik kunt maken van deze app. Zoals van alle instrumenten die wij je geven voor een effectiever werk. En natuurlijk, onze coördinators zullen inderdaad belangrijke mensen zijn. En alle coördinators zijn geleid door natuurlijk Jamila. Jullie allemaal kennen haar ook. Voor mij moeilijk om haar achternaam uit te spreken, maar iedereen van jullie kent haar toch sowieso heel goed. En zij is een bekende persoon. En Anastasia Jagodzinska heeft ons ook geholpen, zoals alle andere afdelingen. Marketingafdeling, onze designers. En wij hebben ook het betaalsysteem. En jij zult een van de eerste personen zijn die alle
ondernemers hebben gevonden die gebruik willen maken van onze promotie, van onze speciale aanbieding. De volgende slide, alsjeblieft. Nu laten we spreken over de wedstrijd. Algemene voorwaarden. Je ziet dat al nu op deze slide, we hebben erg veel prijzen. Dus hoe kan jij deze prijzen verdienen? Dus het lanceren van onze wedstrijd is ook het lanceren van de verkopen, de officiële lancering. Dus wij kijken naar de mensen uit je downline. Die hebben abonnement gekocht voor een jaarlijks abonnement voor $300. Of als ze tijdens de eerste 2 weken na de officiële lancering abonnement kopen, dat kost het alleen maar $150. Alsjeblieft schrijf een 2 in de chat als je hebt dat begrepen. Dat deze korting, $150 dus, zal actief blijven 2 weken na de officiële lancering. Oké, ik zie dat jullie dat wel goed hebben begrepen. En wij gaan nu van beneden naar boven. Oké, hebben we nog 2'tjes hier in de chat? Ja, goed. Dan zie ik dat jullie me goed begrijpen. Dus de maatschappij geeft je de kans om prachtige prijzen te krijgen voor jullie werk. En wat geeft je nu het bedrijf? We denken nu aan het begin aan de lancering van de Ugain tokens. Als we 1 miljoen klanten hebben, zullen alle klanten natuurlijk in één en hetzelfde systeem zitten. En dat zal heel handig zijn om van dezelfde munt gebruik te maken. Dan kunnen alle landen dezelfde financiële middelen gebruiken. Bijvoorbeeld Ugain token. En door zoveel ondernemingen, door zoveel grote omzetten, zou ons Ugain token natuurlijk groeien. En we hebben ook al vooraf gedacht aan onze prijzen. Dus een paar stappen terug. De mensen die aan het examen deel hebben genomen, hebben al een bepaald rating, een bepaald ranking. En deze rating wordt omgezet naar de punten voor Ugain tokens. Zo een voorbeeld. Ik heb 80% van de vragen goed beantwoord. 80% van mijn vragen zijn correct beantwoord. En dan krijg ik 800 punten voor Ugain tokens. Mijn resultaat was 60%. Dan krijg ik 600 Ugain tokens. Nu laten we kijken op onze vierde prijs. Vierde prijs, dat zijn 500 Ugain tokens, dus punten voor Ugain tokens. Deze prijs krijgen de eerste 20 bedrijven die hebben abonnement gekocht tijdens de eerste 2 weken na de officiële lancering met een korting van 50%. Dus als ik al heb gesproken met 20 ondernemers, ik heb al ze overtuigd over de effectiviteit van onze app, dan kan ik 500 Ugain punten verdienen onmiddellijk aan de dag van de lancering. En als ik al 160 ondernemingen heb die bereid zijn om deel te nemen, dan heb ik al een goede kans voor de eerste prijs. Maar alles langzaam, langzaam alsjeblieft. En nu kom ik al naar de derde prijs. En wat is onze derde prijs? Dat is iets wat we goed verdienen voor ons werk. Voor onze moeite. We worden beloond. En achter alle, dus voor iedere 20 geregistreerde bedrijven, jij krijgt de volgende prijs, 100 Ugain tokens. De 2 eerste winnaars. Achter het begin van de officiële lancering, in 1 maand kunnen cijfer van 160 bedrijven bereiken. Deze mensen krijgen een Apple Notebook
Wij spreken hier over twee winnaars. Ik heb al gekeken hoeveel dat kost. Dus een computer dat kost ongeveer 3000 euro. En alleen maar twee personen in elk land kunnen deze prijs krijgen. Dus in alle landen waar de mensen de talen spreken die wij hebben al genoemd, heb je de kans om deze prijzen te verdienen. Dus ik ben op goede tijd, op een goede plek. En ik heb mijn pakket voor $150 gekocht. Ik ben al promotor. Ik ben al geslaagd bij het examen. Ik voldoen aan alle criteria. Ik kan de ondernemers registreren. En bij de officiële lancering krijg ik niet alleen maar punten voor Eugene tokens. Maar als ik een van de eerste mensen ben die de ondernemers hebben overtuigd om hun abonnementen te betalen, dan kan ik ook een notebook, dus een laptop, krijgen als cadeau. Dat is inderdaad een prachtig cadeau, maar laten we even verder kijken. En nu laten we werken aan de tijd. Natuurlijk heeft de tijd ook zijn prijs. En het is natuurlijk zo, als wij kijken naar een Rolex, dus naar deze horloge, om te kunnen begrijpen hoe effectief wij zijn bij het verdelen van onze tijd, dan is dat natuurlijk heel aangenaam. Dus wie krijgt deze Rolex horloge? Nemen deel de mensen die kunnen 500 ondernemingen registreren en ook betaalde abonnementen van hun krijgen gedurende 3 maanden. En ja, dus in het begin heb ik 20 ondernemingen geregistreerd, dan 60 bedrijven. En nu we komen naar de volgende cijfer. Het cijfer is 500 bedrijven. En wat heb ik nu nodig? Ik moet nu in mijn eerste lijn nog additioneel 340 bedrijven registreren. Ik heb dus al 160. Dan vind ik nog andere ondernemers en dan mag ik en deze dure, prachtige Rolex dragen op mijn hand. Maar in september krijgen jullie niet alleen maar je Eugene tokens, maar ook de sleutels van een Maserati. Prachtig auto en ik kan me al voorstellen hoe blij jij zult zijn, wat voor een feest we zullen hebben als deze prijzen in alle landen worden verdeeld. Oké, schrijf een plusje in de chat alsjeblieft als je nu alles goed begrijpt. Als je iets toch niet begrijpt, contacteer je coördinators in je landen. De coördinators in jullie landen kunnen alles gedetailleerd je verklaren. En ik ben blij dat jullie goed snappen waarvan ik spreek. Wij gaan verder nu, alsjeblieft. Dus jij weet nu wat de voorwaarden zijn voor deze wedstrijd. En nu wil ik weten of jij aandachtig hebt gehoord of heb jij gewoon voor de lol deze plusjes geschreven in de chat. Dus nog eens, aan onze wedstrijd is er een prijs. Een prijs dat jij krijgt voor de eerste 20 bedrijven die de abonnementen betalen. Alsjeblieft, schrijf in de chat wat voor een prijs verdien jij als je 20 bedrijven hebt geregistreerd. Ik wil nu het antwoord zien. Een niet zo makkelijke vraag eigenlijk. Ik heb speciaal mijn presentatie zo opgebouwd om je te kunnen controleren. Ja, heel goed. Ik zie de mensen schrijven al eerst 500 punten voor Eugene's tokens. Heel goed, ja. Dat klopt. Dus voor de eerste 20 ondernemingen krijg ik de punten voor Eugene tokens. Ik kan dan ook verder werken. Ik heb al bepaald aantal van ondernemingen. We hebben al de officiële lancering. En met iedere 20 additionele abonnementen
ontvang ik additionele 100 punten voor Eugene tokens. En deze 160 bedrijven die natuurlijk al nu zitten, heel goed in je geheugen, in je hoofd. Deze, voor deze ondernemingen krijg je nog additionele bonussen. Daarom denk ik, ja, denk alleen maar tot ik het cijfer van 160 bedrijven bereik, krijg ik nog additioneel 100 punten voor Eugene tokens voor alle 20 bedrijven die zich hebben geregistreerd. Dus ik krijg 1000 tokens voor mijn examen. Als ik het succesvol heb geslaagd, ben daar geslaagd, dan komen nog additionele tokens. Denk nu aan onze tijdlijn en aan onze uitkomst, de resultaten. Laten we zeggen, we hebben het cijfer niet kunnen bereiken. Dus we hebben bijvoorbeeld 1 miljoen klanten in onze structuur. Wat gebeurt er daar met je punten voor Eugene tokens? Laten we eens kijken op de volgende slide. Wat dan gaat gebeuren. Ja, dat hangt alles samen. Onze flyer. Weet je nog wat daar stond op de achterzijde? Ja, dat is eigenlijk het boodschap dat jij ook moet geven aan je ondernemers. Je app kan helemaal vrij zijn, helemaal kosteloos zijn. Hoe kan ik dat bereiken? Dat is heel simpel. Door mijn inkomens, door de verkopen in de eerste lijn. Dus dan jouw app kan zichzelf terugbetalen. Door je bonussen kun jij je app terugbetalen. Tuurlijk, als jij dat alles goed verklaart aan je potentiële kopers, dan jij kunt ook een video tonen, een uitnodiging voor ons webinar. Maar alsjeblieft, wees verstandig. Toon niet, vertel niet alles in één dag. Geef de kans om langzaam te leren kennen de app. En vertel niet meteen alle voorwaarden voor bonussen voor de passieve inkomens. Waarom zullen ze later zelf willen zoveel ondernemers registreren? Want we hebben een optie binnen app, functie die er geen andere app. Deze functie heet cross-marketing. En door cross-marketing kun jij als ondernemer alle ondernemers leren kennen die deel zijn van ons Eugene-systeem. En wat krijg jij door cross-marketing? Cross-marketing maakt je concurrenten, transformeert je concurrenten in je vrienden, in je partners. En dat is een hele grote stap naar voren. Dat is een app van de 21ste eeuw. Dat is een topfunctie van het jaar 21. En ik denk dat de ondernemers, of ik ben heel zeker, dat de ondernemers natuurlijk deze kans zullen willen gebruiken. Ze analyseren al de mogelijkheden van onze app en ze zullen kijken naar cross-marketing. Dat het ook mogelijk maken om de klantenbasis uit te breiden. In klik kan ik een advertentie maken voor mijzelf. Advertentie voor duizenden van nieuwe klanten die misschien vroeger ze waren klanten van mijn concurrenten. En nu laten we kijken wat er gebeurt als jij gebruik maakt van mijn advies. En als jij 160 bedrijven registreert in die eerste lijn, laten we eens kijken naar de geheimen van onze strategie. Strategie die je rijkdom en welvaart brengt. De volgende slide, alsjeblieft.
Ja, hier zie jij de statistische gegevens over je land. We hebben gewoon van Google gebruik gemaakt. Het is niet zo dat ik dat zeg. Het is niet zo dat ik dat heb uitgedacht. Gewoon informatie uit Google. Deze gegevens kan eigenlijk iedereen van ons tamelijk makkelijk vinden. Hier op onze slide staan de gegevens voor Italië in de Italiaanse Kamer. In andere kamers staan de gegevens over je land. Dus hoeveel ondernemingen zijn er nu in Peru, in Rusland, in Wit-Rusland, in de Oekraïne, Italië, in India. En Google geeft je een heel snel antwoord. Kijk eens op deze cijfers. Dat is onze markt. Een markt die onze app nodig heeft. Een markt dat nieuwe technologieën nodig heeft. De zakenlui hebben een nieuw instrument nodig voor hun werk. In Italië hebben we meer dan 4 miljoen ondernemingen. Denk alleen maar, zo'n groot cijfer. Als we kunnen veel ondernemingen interesseren in Italië bijvoorbeeld, andere landen, 100.000, 200.000, 400.000, misschien een miljoen bedrijven in Italië, dan zullen we natuurlijk het makkelijk maken, dan zal onze app natuurlijk groeien en nog meer belang krijgen. Wij creëren dan een ecosysteem van de ondernemers en hun klant. En in de toekomst geven we de kans om niet normaal geld te gebruiken, want ja, fiat geld, gewoon geld, wordt al eigenlijk niet zo vaak gebruikt. Wij maken het mogelijk om onze tokens, onze Ugain tokens te gebruiken. En jij moet je doel bereiken. Ik zeg niet als jij dat doel bereikt. Wij gaan dat doel in ieder geval bereiken. Nu de volgende slide, alsjeblieft. En laten we eens denken waarom herhaal ik zo vaak deze zin. Jij bent nu op goede tijd en op een goede plek. Dus ik heb deze calculatie gemaakt. Dus 160 bedrijven. Ze betalen 300 voor hun abonnement. En ja, natuurlijk, hier ga ik van een hogere cijfer. Maar ik vermenigvuldig deze inkomens met 15%, want ik ben al consultant en ik verdien al 15% van de verkopen van de abonnementen van mijn eerste lijn. Dus die mensen die kunnen naar de officiële lancering komen al met 160 bedrijven die bereid zijn voor het abonnement te betalen. Ze kunnen in één dag het bedrag verdienen die jij nu ziet op je scherm. Maar als ze... Als ze kopen abonnementen met korting, dan krijg je de helft van deze bedrag die je hier ziet. Maar als deze bedrijven betalen na afloop van de 2 weken, achter de officiële lancering van onze app, dan verdien jij deze $7,200 als je directe bonus. En als je 8 je vrienden registreert, dus 8 andere vrienden, dan kunnen ze ook onze app kosteloos, gratis. Hier op de volgende slide, wij zien verschil. Verschil dat natuurlijk met de tijd zal gebeuren. Als onze 160 bedrijven die in onze eerste lijn zitten, als ze krijgen de kans om daar te communiceren. De volgende slide, alsjeblieft. Oké, dus 160 bedrijven, vermenigvuldigd met 8. En 1280 bedrijven.
En deze bedrijven in één jaar, en ik zeg als ze in één jaar mogelijk maken voor 1000 klanten om onze app helemaal vrij te downloaden, dus deze vrije app, deze kosteloze app voor de klanten, dan hebben we een netwerk. Duur. 1.280.000 mensen. Dat zal natuurlijk met de tijd gebeuren. En ja, denk maar. Dat iedereen van deze klanten geeft alleen maar $10 per maand uit. We spreken over een cijfer van $12.800.000. De algemene. Ja, denk nu dat je kunt ook van deze omzet je percentage voor de transacties verdienen. Door de instrumenten die gebonden zullen staan aan onze app. Bijvoorbeeld de kredietkaart die met onze smartphone zal zijn verbonden. Denk maar. In tiende deel van een percent per maand, dan heb ik een passieve inkomens van $12.800 per maand. Dat kan de realiteit zijn, dat is realistisch. Dat kan gebeuren als jij je doelen bereikt en als je dat aantal van ondernemingen registreert van wie we spreken. Laten we beginnen met de duplicatie. De duplicatie kan beginnen door 2 weken van je actief werk. Denk alleen maar wat zal gebeuren als morgen wij geven de kans aan deze ecosysteem. En ik spreek nu over 1 persoon. Die 160 ondernemingen registreert. Met de tijd deze 160 ondernemingen zullen natuurlijk ook groeien. Worden vermenigvuldigd met 8. En deze talrijke ondernemingen kunnen dan zoveel nieuwe klanten geven. En deze 1.280.000 klanten, deze mensen... zullen bijvoorbeeld $10 uitgeven. Nu denk maar dat wij in onze app Eugain tokens zullen gebruiken. In iedere van deze klanten zal 10 Eugain tokens bijvoorbeeld uitgeven. Schrijf in de chat alsjeblieft wat zal ons Eugain token kosten als dat inderdaad gebeurt. Wat kan de prijs zijn van onze Eugain token? Na een jaar door zo'n omzet. Iemand heeft geschreven $100, iemand schrijft $10. Natuurlijk moeilijk om Bitcoin level te bereiken, want ja, Bitcoin is toch, groeit toch andere redenen. Wij brengen helemaal andere tokens naar de markt. Dus tokens die door andere redenen, door het werk in ons ecosysteem. Maar ja, oké, laten we denken dat een token kost $1. Dus en nu, ja, je hebt toch gewerkt... Je hebt opleiding gekregen, je hebt je doelen bereikt, je hebt 160 ondernemingen geregistreerd. Daarom geven mij je punten voor je Eugain tokens. Tuurlijk kun je hier zelf het cijfer zien dat jij hebt verdiend door deelname aan het examen. Maar als je dat cijfer bereikt, 160 bedrijven, dan krijg je al $1200. 1200 Eugain tokens, dus dat betekent $1200.
Dat is heel waarschijnlijk en dat is gewoon een beloning voor je werk, voor je moeite. Wat gaat er in de toekomst gebeuren met je klanten? Ze zullen natuurlijk ook nieuwe klanten registreren en jij krijgt je passieve inkomens. Hoeveel tijd heb je ervoor nodig? Misschien 1 jaar, misschien 2 jaren. Dat zou aan je liggen. Dat hangt van jezelf af. Dat hangt ervan af hoe je gebruik maakt van deze periode, van deze periode met kortingen vooral. Ik dank je voor je aandacht. Sorry, het heeft te lang geduurd vandaag. Ik ben nu ook buiten de tijdperken, maar ik hoop dat jullie toch van mij houden. Jullie kunnen van mij houden, jullie kunnen me ook haten, maar ik doe mijn best om je te helpen om passieve inkomens op te bouwen, zodat jij je geheel leven, je levenslang welvaart en in rijkdom kunt leven. Hartelijk bedankt voor de aandacht. Ik groet alle landen, ik groet alle mensen die naar me hebben geluisterd, alle mensen die dus laten we nu actief beginnen te werken. Maak gebruik van deze fantastische en mooie periode en een mooie avond nog toegewenst. Bedankt voor de aandacht. Doei, tot de volgende keer. Tot ziens.